hele goede morgen. Ja, het is alweer morgen, hè? We hebben er al eventjes een ochtendje op zitten. Jordi moest vanochtend naar de logopedie. Dat is voorlopig vrijwel elke maandag. Nu is Jordi even een broodje aan het eten. En Liam die heeft ook alweer zijn flesje gehad. Die ligt hier tegenover mij. Want als meneer mij niet ziet, dan is het zeuren, janken. Dus ja. En Joef, jij hoort niet op de bank. Jij moet van de bank af, want Jordi is een broodje aan het eten. We hebben hier de regel dat als er gegeten wordt, dan mag er Joef niet op de bank. Hé Jordi? Dat is een regel, hè? Want ik vind gewoon, een hond hoort niet het eten van je bord af te kijken. Dus, zowel niet bij mij, bij Niels, als bij de kinderen. Jordi, happen. Ik moet het brood moet ik in zijn vangzak proppen van de logopedie. Want dan doet hij meer met zijn mond. Joef. Joef, blijf nou eens van mijn meubels af, man. Daar moet je mee spelen. Hij is ook een beetje moe. Want hij had heel hard moeten werken, hè Jordi? Je hebt heel hard moeten werken bij Ilse. Ja. Je hebt heel hard bij Ilse moeten werken, hè? Hij is in ieder geval hard aan het werken om zijn broodje op te eten. Verder ben ik vanochtend nog bezig geweest met de video die vandaag online komt. Ik had vrijdag gewoon gevlogd eigenlijk en bij mijn weten alles gewoon stond het op mijn telefoon en toen ging ik het editen en toen was het pleiten. Dus ik baal daar heel erg ontzettend van, maar ja, ik kan er vrij weinig anders van doen, want ik kan het niet meer vinden, ik weet niet waar het is. Dus ja, dan maar zonder vrijdag uploaden, dat is nou eenmaal zo. Inmiddels is er alweer iemand wakker hier. Twee kindjes zijn alweer wakker. En ze zijn ondertussen Boomba aan het kijken. En ze zitten hier samen. Zitten ze lekker te kijken. Dus ik ga heel even kijken of het allemaal goed gaat. Want Jordi moet natuurlijk wel drinken. Dus, en als hij niet drinkt, moet hij op de bank komen. Jordi is inmiddels zijn drinken op. En hij is nu samen met zijn kleine broertje Boomba aan het kijken. Het is best wel een heel schattig gezicht. Daar zitten ze samen hoor. Zitten ze samen Boomba te kijken. Is gezellig hè met je broertje Jordi. Samen Boomba. Hij gaat steeds meer dichter bij zijn broertje zitten. En hem een keer aanraken en alles. Dus helemaal top. Zaterdag hebben we dus kraamvisite gehad. En dan had zowel Jordi als Liam hebben een cadeautje gehad. En dat is super lief van ze. Dat hoeft natuurlijk niet. Ik wil geen kraamvisite om de cadeaus. Ik wil gewoon kraamvisite voor gezellig samen zijn. En dat ze Liam zien en Jordi weer een keer zien. En omdat het ook allemaal zo lang geleden is. Dus hè, daarom heb ik het liefst bezoek. Maar ze hadden voor Liam hadden ze een kleinigheidje meegebracht. En daar zat in. Deze. En die komt mooi op Liam's kamer te hangen. Deze is voor Liam, dus die ga ik op Liam's kamer hangen. En daar hadden ze in zitten deze. Dat is ook heel leuk. Ik denk dat ik daar een mix van maak van Jordi en Liam. Dat ik daar de hand van Jordi in maak. En dan de hand van Liam in die van Jordi. Ik denk dat dat eigenlijk wel een heel leuk idee is. Ik denk dat ik zoiets doe. Dat is wel leuk. En dan met Jordi met verf of zo mee kloppen. En dan hadden ze wasgel van Zwitsal. Altijd handig. Zwitsal. Lekker. En ze had ook nog sokjes in voor Liam. 5 paar sokjes. Ook allemaal heel leuk.
Deze was allemaal verschillende kleuren. Ik vind dat leuk. Sokken kun je nooit te veel hebben. Ik heb wel heel veel sokken, maar ik vind het ook wel leuk om nieuwe sokken te hebben. Dat is een kleine tik van mij, ik weet niet wat het is. Maar dit gaat dus allemaal naar boven toe. Want ja, hè, er moeten ook wel dingetjes opgehangen worden. Dus dat dingetje. En Jordi had ook een cadeautje gekregen. Alleen Jordi is niet van het uitpakken. Jordi vindt cadeautjes uitpakken nooit zo heel leuk. Omdat het ook nieuw is. Dus hij weet ook niet wat daar mee bedoeld wordt. Of de bedoeling van is. Of wat dan ook. Dus ja, ik ga het heel eventjes voor hem uitpakken. Maar ze had ook hele leuke cadeautjes voor Jordi. Ze had het zo ingepakt. En die gaan we ook heel eventjes uitpakken. Jordi, kom hier kijken. Mama heeft een cadeautje van jou. Die had je van Sanne en Bas. Waarom zou ik nog ook niet uitpakken? Dus ja. Jordi, kijk eens. Jordi, kijk eens. Joehoe. Kijk eens, Jordi. Ik zal even. Dat is zo'n autootje die zeg maar op de kop gaat. Kijk eens. Die is leuk. Hij vindt hem leuk. Dat kan ik al aan hem zien. Alleen is hij nou in zijn hoofd druk bezig met Boomba. En er zat een shampootje in. Ook van Zwitserland. Ook altijd handig. Mama is gek op Zwitserland, Jordi. Altijd Zwitserland kindjes heb ik. En er zat een bellenblaas in. Van Paw Patrol. Wauw, vet cool Jordi. Kijk eens. Deze heb je bij Ilse ook. Jordi. Kijk eens. Deze heb je bij Ilse ook altijd. Kijk eens. Kijk eens, deze heb je bij Ilse ook altijd. Kijk eens. Wil je hem open? Kom open. Nee, nu niet. Maar wij doen er wel mee oefenen altijd. Ja. En Sanne en Bas hadden er ook een bal in gedaan. Kijk eens Jordi. Een bal. Een bal. Ja. Een bal Jordi. Een bal. Een bal. Goed zo. Waar gaat de bal naartoe? Leuk. Een bal. Bal, goed zo. En ze had ook hele leuke sokjes bij. Ook allemaal leuk. Ik vind ze heel leuk. Hij doet nou alles met de auto. Ondertussen hoor je Joef piepen. Dat komt omdat ik hem even in de bench heb gezet. Want hij versprong Jordi als een gek. En dat gaan we niet doen hier, klaar.
Dus Joef heeft een beetje straf. Wauw, leuke auto, Jordi. Wauw. Dat is echt leuke sokjes ook, hoor. Echt leuke sokjes. Ja, het zijn leuke sokjes van Bas en Sanne, hè? Niels, niet doen. Oh, is jij hier? Niet doen. Joef, hou op. Hey. Waar zou ze zo'n blaffen? Ja, de vliegtuig overvloog. Zou dat daarom zijn? Ja. Oh. Maar ik heb vandaag heel druk gehad met de kindjes. Ik zie. Wat zie je? Dat je druk bent met de kindjes. Ik heb vandaag druk gehad met de kindjes. Oh. En vanavond is mijn mamsie nog geweest. En heb de nageltjes van gedaan. En wel met gezondheidscheck. Ja, met gezondheidscheck. Ik heb bij de poort gevraagd of ze corona heeft, maar had ze niet. Nee. Nee, dus ik heb ze binnengelaten. Nou, als iemand hier komt met verkoudheid, dan blijven ze ook weg, hoor. Mm-hmm. Dat denken ze zelf wel bijna. Maar ja, in ieder geval, we vragen trouwens altijd aan bezoek van, denk even na, weet je wel, ja. Dus, en iedereen die verkouden is, die belt ook af, dus helemaal prima. Maar goed, ik heb dus druk gehad met de kindjes, dus vrij weinig vlog volgens mij. Maar in ieder geval, wij gaan lekker slapen, zoals jullie zien. Morgen weer een nieuwe dag. Wel tusten. Slaap lekker. Een hele goede morgen. Zoals jullie net zagen, kreeg Jordi fysiotherapie. Dat ging niet van een leien dakje, want Jordi die is nou gewend om op de praktijk te gaan, maar hij moet ook gewoon thuis dingen doen. En hij laat dingen op de praktijk zien die hij thuis niet laat zien. En thuis laat hij dingen zien die hij dus niet op de praktijk laat zien. Dus komt de fysio één keer in de week thuis en gaan we één keer in de week naar de praktijk toe. Omdat het gewoon op dit moment voor Jordi, ja, het is gewoon hartstikke hard nodig voor Jordi om nu door te zetten. Toen de fysio weg was, toen had ik hier twee schreeuwende kinderen. Toen heb ik Jordi, want die is in verband met prikkels, heb ik even achter de tablet neergezet. Ik heb zijn broek verschoond, achter de tablet neergezet. En ik wilde zijn fruit gaan maken. Joef, hou eens op! Mijn tenen hoeven niet opgegeten te worden. Ja, Jordi, dat is toch. Wilde ik ze fruit gaan maken. Toen had meneer hier zoiets van, hallo, ik moet ook iets hebben. Dus ik ben ze nu tegelijkertijd fruit en fles aan het geven. Multitasken noemen ze dat. Jordi op bed. Liam die slaapt. Jordi slaapt nog niet, maar die zal zo wel slapen. En ik ga heel eventjes wat eten. Lunchtijd. Yeah.
thuis. We hebben net gegeten. Jordi is heel eventjes aan het ontspannen. En Liam is lekker papa aan het knuffelen. Jordi heeft lekker gedoucht. Jordi heeft lekker gedoucht. En helemaal ingesmeerd met Zwitser. Mijn kleine Zwitser babytje. Oh nee, mijn kleine Zwitser jongetje. Mijn lekker sticky. Je ruikt lekker. Mama wil je op me snuffelen. Laten we dat maar niet doen, hè. En daar, bij papa, want ze hebben met papa gedoucht. Zit de papa met Lily. Nu is lekker ze aan het slapen. Ja. Goed als. Totdat eigenlijk de fles eruit is en niet meer in beweging komt, dan is je weer klaar wakker. Dat noemen ze hazenslaapjes. En Jordi gaat dadelijk ook lekker zijn bedje in. Hè? Maar dan ga ik heel eventjes verder hier met de fles en hem besnuffelen. Want lekker Zwitser. Inmiddels ligt Jordi in bed. En Joef heeft zijn gekke 5 minuten. En Liam is nog hier. Los. 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 Goed zo. Joef. Zitten. Zitten. Tadam. 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 Tam 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 tam. Stiekem wil ze het wel dat ik de bal pak en met haar speel. Maar ik ben lui. Ik doe dat nu niet. Tenzij ze hem neerlegt. Zoals nu, maar dan weer gauw pakt. Ja! Wat is dan? Baby Elmo. Is dat mijn baby Elmo? Met de boomba en je leeuwtje. Hier, nou komt ze hem geven. Daar gaan we weer. Zo kom ik de avond wel door. Ik ga heel eventjes verder spelen met Joefie en Liam maken. Dadelijk nog heel eventjes kijken naar Jordi. En dan is het alweer bijna bedtijd. We gaan allebei bed. Als goed slapen ze nu ook allebei. Dan kunnen wij heel eventjes lekker op de bank liggen. Heeft mama ook gedoucht? Yes, ik ben ook weer frips aan mijn bips. Dus we zijn weer allemaal fris. Yes. Wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken, want we gaan deze ups en downs afsluiten. Tot de volgende keer. Welterusten.